Buikpijn. Buikpijn kan voorkomen bij diverse abdominale en niet-abdominale aandoeningen. De gemiddelde prevalentie van buikpijn als reden van contact met de huisarts is 2,8%. De oorzaak van buikpijn is meestal goedaardig en zelflimiterend, maar kan ook levensbedreigend zijn. Door middel van een leerartikel praten we u bij over de mogelijke oorzaken, diagnostiek en de behandeling van buikpijn. We vroegen aan huisartsen, internisten en chirurgen een aantal specifieke kwesties uit de klinische praktijk te noemen. Bijvoorbeeld, hoe maak je bij chronische buikpijn onderscheid tussen inflammatoire en niet-inflammatoire aandoeningen? Hoe kom ik een cardiale oorzaak van pijn in de bovenbuik op het spoor bij een oudere patiënt? Wat zijn de nieuwe behandelopties voor prikkelbare darmsyndroom? Blijf bijleren met het NTVG-leerartikel op www.ntvg.nl/buik. Ook met toets voor accreditatie en een PowerPoint om de nieuwe inzichten te delen met uw collega's.